En het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft samen met Luchthavenbeheer NV humanitaire hulp geboden aan de Cubanen die al ruim een week op de Johan Adolf Pengel luchthaven bivakeren. Het gaat hierbij om ruim 100 personen die op 31 mei met een chartervlucht van de SLM naar Nicaragua zouden vertrekken. Echter is deze vlucht niet doorgegaan. Estrella Noordzee, directeur transport, zegt dat er een politioneel onderzoek gaande is naar de oorzaak van deze situatie. En kort is er dus met de havenbeheer gecommuniceerd dat de mensen 61 moeten komen. Er zijn toiletten beschikbaar en dergelijke. Maar daarnaast, dat is uit humanitaire overwegingen, daarnaast is heeft de politie gevraagd om de mensen te verwijderen. Maar het is nog niet gelukt. Ik wil het erop houden dat er een politieonderzoek gaande is. Op basis van het resultaat van het onderzoek kunnen we actie ondernemen en kunnen we de pers ook beter te woord staan. Noordzee kan op dit moment geen nadere informatie verschaffen, gezien er gewacht wordt op het onderzoek van de politie. De Cubanen hebben naar verluid 2500 Amerikaanse dollar betaald voor een ticket, terwijl deze 1050 US dollar kost. Daarom is ook de afdeling fraude betrokken bij dit onderzoek. Ook de Cubanen worden ondervraagd.